Perfect. Just try it, if you like it or not. Okay, I try. Welkom in Japan op het circuit van Suzuka. Stap in, mijn BMW, neem ik een rondje mee, hier op Suzuka. Korte baan op Suzuka. We gaan hier het rechte stuk op, achter Michelitz aan. Hij doet het momenteel ook erg goed. Een slipstream werkt een heel klein beetje hier. We doen hier een goede 240 km per uur op het rechte stuk. Zoals ik al zei, het is een zeer kort circuit. Hij is namelijk maar 54 seconden. Eerste bocht ga je ontzettend hard in. Vijfde, vierde versnelling. Terug naar zijn derde versnelling voor bocht 2. Tegen de bandenstapel aan en vroeg vol gas op naar die S's. Hard de eerste S's in. Heel klein beetje gas bij die exit. En mooi de swing weten te pakken met de auto. Hier is de setup toch echt wel het allerbelangrijkste. We zien hem hier ook een klein beetje oversturen hebben. Een klein beetje bewegen. Je zag dat eventjes. En dan valt hij hier naar beneden. En dan gaan we weer omhoog. Off camber, licht onderstuur, gaan we omhoog. In de knik ook aanremmen voor de shortcut tegen de bandenstapel aan. Hier is het altijd wat vuiler dan op de baan, dat er nooit gereden wordt. En dan accelereren we het rechte stuk op. Dit was dan de korte baan van Suzuka. 54 seconden. Ja, de kwalificatie, dat gaat toch wel weer een hele zware worden. We zitten precies op de limiet. Ja, top 12. Ik heb in ieder geval één set banden bewaard voor Q2. Ja, dan krijgen we namelijk de swap grid. Dan kunnen we hetzelfde trucje doen als vorig jaar. Maar het is heel close. Sorry boys, I think all over for fast. I touched very light the left front with Michelitz, very light. I was on the inside and he had to give up because he was slower, but he just closed the door. Car feels fine, I can go at least half a second faster. Okay, you should do it. I think we are okay. Okay, I don't want to be P5 or P6 because I will make a rocket start, as you know. So I need to be P8, 9, 10. I don't care how you do it, but I need to be 8, 9, 10. Okay? Fix it. P7, P7. Nobody improved, so P7. Ja, dat is toch wel, wat we wilden. Top 10. Ik had niet gedacht dat het mogelijk was. Hij ging echt super, Q1. Q2 zaten we te praten, wel niet, want ik wil 8, 9 of 10 wilde ik staan. Ik sta er nu 7. Na de tweede vrije training had ik echt een hard hoofd in. Dus we zitten er weer bij, weet je wel. Race 2 kunnen we in ieder geval voor een beker gaan. Ik denk dat dat was de 1. Het is jammer dat er een andere BMW nog bij zit. Hij was wel iets langzamer, maar die is moeilijk inhalen bij de start. Maar we gaan er gewoon voor. Ik denk dat we het heel slim hebben gedaan. Ik ben echt super blij.